President Santokki kreeg op 17 mei een update over de veiligheidssituatie in Suriname van de Nationale Veiligheidscommissie. Minister Amoxi meldt positieve ontwikkelingen dankzij operatie Silo Torrens. Het KPS richt zich op aanhoudingen en ontmoedigingsbeleid voor criminaliteit. Statistieken tonen een daling in gekwalificeerde diefstallen, maar een stijging in berovingen en verkeersdoden. Het leger ondersteunt met voertuigen en bereidt operaties voor. President Santokki dringt aan op intensivering van inspanningen en meer gerichte aanpak tegen de criminaliteit. De Jamaicaanse minister van Industrie en Handel, Senator Albin Hill, bezocht op 16 mei Suriname Airways in het kader van een Export and Investment Business Mission van het ministerie van BIBIS. Ze bespraken kansen voor regionale connectiviteit en de rol van Jamaica en Suriname Airways. De delegatieleden en het Suriname Airways team bespraken samenwerking en ontwikkeling van passagiers- en vrachtvervoer. Ze kwamen overeen om verdere ontwikkelingskansen te onderzoeken en vervolgafspraken te maken. De bouwcommissie van het ministerie van Openbare Werken, geleid door Inder Singh Ganga Bisun Singh, werkt aan verbeteringen in de bouwsector. Twee nieuwe leden, Dinaida Baptist en Karansi Shena, zijn toegevoegd op verzoek van de minister. Prioriteiten zijn onder andere de uitbreiding van de bufferzone en het actualiseren van de regelgeving. Minister Riyad Noor Mohammed kondigt een speciaal bouwloket aan voor burgers om informatie en advies over bouwregelgeving te krijgen. Het doel is om een bloeiende bouwsector te creëren die rekening houdt met de diverse behoeften van de Surinaamse gemeenschap.